Zijn we er klaar voor, jongens? Yeah. Yeah. Upside Down. Een programma waarin Sjoerd, Michiel, Rutger en Rick de boel is flink op de kop zetten met grappen en hilarische confrontaties. Hey, Sebastian! Ja? Hou je van Paul in? Maar hij is lelijk. Nee, ik moet je kapot maken. Sjoerd. Hij is maar lelijk. Zo, lekker makkelijk. Waarom moet alles kapot van niet van jou is, man? Ik heb down. Kunnen wij maar geen eitje daarin. Alle vier hebben ze het syndroom van Down. En willen ze voor eens en altijd afrekenen met het beeld van schattige, hulpeloze jongens die je eigenlijk niet zo serieus hoeft te nemen. Als de houding gaat staan van de pissie, is het ongeveer zo. Ik ga ook nog met een goede houding. Dat is echt een profagent doet. Dus je handen in je broekzak in. Dat iedereen van je bang wordt. Met zelfspot en humor houden ze bekende en onbekende Nederlanders voor de gek. En de verborgen camera, die registreert genadeloos alle reacties op de grap. Wat doe je als de monteur met het syndroom van Down jouw auto op een wel hele bijzondere manier benadert? Is die auto jong of een meisje? Een jongere meisje? Ja. Is een jongen? Ja. Wist je dat ik autoverluisteraar ben? Ja. Zal ik voor je luisteren misschien? Ja. Je bent een slechte chauffeur. Oh. Piers. De bekendste tatoeëerder van Nederland. Henks, Sierganger. Nou, hoe ziet hij er nou uit, Sjoerd? Wij hebben tattoos. Heel breed. Hm? Ja. En dik. Maar zijn maar niet dik, dan maar. Echt breed. Nee. Lelijke man. Ja, ik vind niet lelijk. Eigenlijk wel, hoor. Ik vind het echt cool uitzien. Ik vind het gewoon... te gek. Te gaaf. Doe je tatoeages ook op je billen? Nee, maar er zit ook op. Ik mag checken in het team, zeker. Ik denk dat ik mijn blote kont aan je ga laten zien. Jezus, wat ben je preus, zeg? Preus. Preus? Ja, ja. Wat moet ik met die gozer? Ik wil wat was daar van Giet nou aan de hand eigenlijk? Ik wil nu uit? Ja, heeft hij het opengesloten, zie ik. En nu? Je moet dat knopje drukken. Je hebt een knopje boven die pook, onder die radio heb je een knopje met een sleutel. Die moet je. Even de politie bellen. Politie? Oh nee. Oh, hij wordt geflipt. Halt! In naam der wet. Je rijdt in overtreding. Nee. Deze kind denk ik, dat komt niet. Dus de auto mag hier blijven staan. Wie nou? Ga maar in de politiebus. Voor mijn papieren, man. Ik ben weer auto in beslag. Ja, echt niet? Ja. Kijk maar, je hoort op van mij. Hé, hey, we hebben echt zin in. Een leuke jongen met Down. Ik zou eigenlijk op de bus te wachten. Ik breng je wel naar huis. Echt? Echt, dat meen ik. Gaat dat wel? Ready? Ja. Dan gaan we, hoor. Oh, ja.